Rechtszaak over doodgeslagen Leusdenaar. Wethouder Nieuwegein loopt woest weg. En Utrechtse Brett en Angelino hebben ruzie. Goedenavond, vrijdag 29 januari. Dit is U Vandaag. Steeds meer ouderen in onze regio maken gebruik van de boodschappen plus bus. Vrijwilligers maken met ouderen uitstapjes, bijvoorbeeld voor de wekelijkse boodschappen. Die bus is zo succesvol dat er inmiddels in veel plaatsen wachtlijsten zijn. We praten erover met Dick van Dijk, al 4 jaar vrijwilliger bij de boodschappen plusbus in Utrecht. Wachtlijsten, meneer van Dijk, is het zo gezellig bij u op de bus? Ja, er zijn inderdaad een hele hoop uitstapjes die nopen tot mensen op een wachtlijst te zetten. Ja. Ja. Ja, het is heel populair, we praten straks met u verder. En stamgast vandaag is Janneke Jager. En Janneke, jij maakt altijd voor ons een maandlied aan het eind van de maand. Nou, het is bijna zover, januari is bijna afgelopen. En ik vraag dan standaard aan je en vandaag ook weer, welke onderwerpen hebben het net niet gehaald? Oh, nou, een heleboel net niet. Dit keer vooral heel veel in het kader van... wat is januari eigenlijk een ontzettend saaie maand. Nou, hè? Ja. Dus dat, het was gewoon lastig vullen eigenlijk deze keer. Ja, en toch verheug ik me op het lied. Nou, mooi. Gaan we straks horen. Eerst het belangrijkste nieuws van vandaag. Met Rob. Ja, een uit de hand gelopen ruzie. Zo omschrijven de drie mannen uit Leusden de dood van hun plaatsgenoot Jackson Alberto. Afgelopen najaar wordt hij zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij in coma raakt. Alberto overlijdt 2 weken later. De drie verdachten die staan terecht voor doodslag. Op de redactie staat onze verslaggever Rick Dogger. Rick, neem ons eens mee terug naar die fatale avond. Wat is er precies gebeurd? Nou, in de flat waar Alberto woonde, daar ontstaat een flinke ruzie. Er wordt over en weer geschopt en geslagen. En vandaag tijdens de zaak komen er meer feiten aan het licht. Laten we even luisteren naar wat we nu weten. In oktober vorig jaar ontstaat er ruzie binnen een vriendengroep. In deze flat in Leusden vallen rake klappen. Binnen de vriendengroep zou oneenigheid zijn ontstaan over drugs. Ook Jackson Alberto deelt klappen uit, volgens getuigen onder andere met een knuppel. Zelf wordt hij bij die ruzie zo hard geslagen dat hij valt. Met spoed wordt Jackson opgenomen in het ziekenhuis en de politie doet onderzoek. 2 weken later overlijdt hij aan zijn verwondingen. De politie pakt 3 verdachten op. We gaan terug naar Rick op de redactie. Ja, de verdachte wordt doodslag verweten. Wat zeggen zij zelf? Ja, in elk geval 2 van de verdachten wordt inderdaad doodslag verweten. Maar volgens een advocaat gaat het niet om doodslag, maar ging het om noodweer. En bij die andere verdachte, die derde verdachte, ja, daar blijkt de rol toch wat minder groot dan eerst werd gedacht. Hij zou alleen maar geprobeerd hebben om die ruzie te sussen. En vandaar dat hij op dit moment ook niet meer in hechtenis zit. Ja, en die andere 2 die mogelijk wel iets hebben gedaan, hebben zij daar spijt van ook? Ja, dat zeggen ze vandaag wel. Ze zeggen dat ze heel erg meeleven met de familie en met de nabestaanden. En een van die verdachten heeft ook een brief geschreven aan de moeder van Alberto, waarin hij zegt dat hij heel erg meeleeft met hun en dat hij ze ook heel veel sterkte wenst. En wanneer gaat de zaak verder, Rick? Nou, dat kan nog wel even duren. Er moet eerst nog een schouw komen. Dat betekent dat alle betrokken partijen naar die flat in Leusden gaan. Ze willen een beter beeld krijgen van wat die avond gebeurt. Dus die schouw moet dus eerst komen. En dan pas gaan alle partijen met elkaar weer de rechtszaal binnen. En dat kan nog wel enkele maanden duren. Rick, dank je wel. Wethouder Hans Adriani beslist dit weekend of hij opstapt of dat hij toch blijft in Nieuwegein. Er is veel kritiek op zijn plannen voor de nieuwbouwwijk Blokhoeve-Oost. Die bezwaren liepen gisteravond zo hoog op dat hij boos wegliep uit een vergadering. En of hij terugkomt, dat is nog maar de vraag. Deze brede sloot zorgt letterlijk voor een waterscheiding tussen wethouder Adriani en de bewoners. Wij zijn in 2018 komen wonen in de veronderstelling op de plannen die toen waren aangegeven dat het water zo'n 40, 45 meter breed zou worden. Uiteindelijk is het nu verbreed tot 1,20 meter. En in de nieuwste plannen die er nu liggen is het voorstel en de consequentie dat er eigenlijk weer water gedempt moet worden. En dus wordt het water te smal en dat pikken de bewoners niet. Maar volgens de wethouder baseren ze zich op een bestemmingsplan dat inmiddels is herzien. Dat bewoners aan de overkant dat niet delen, dat standpunt, dat snap ik. En dat daar ook in de gemeenteraad misschien nog weer verschillend over gedacht wordt, dat hoort erbij. Maar we moeten dat debat wel met elkaar kunnen voeren. Dat kon gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering in ieder geval niet. Het bespreken van de nieuwbouwplannen werd van de agenda gehaald, omdat de raad vindt dat er onvoldoende is geluisterd naar de bewoners. Wij zijn vanaf het begin
willen wij samen met de gemeente tot een oplossing komen hiervoor. Want de wereld is veranderd. Maar de wethouder, Adriani, heeft eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd dat hij niet echt bereid is om ons tegemoet te komen. En dat wij vooral alle geldige procedures daarvoor moeten volgen. En dat is jammer, want wij denken dat het plan wat er ligt mooi is. Maar dat wel de karakter van de wijk en het water wat daarbij hoort behouden moet blijven. Wethouder Adriani liep gisteravond boos weg uit de vergadering. Hij heeft ambitieuze plannen en het is niet de eerste keer dat een nieuwbouwproject vertraging oploopt. Hij beraadt zich nu op zijn positie. Kijk, als ik zelf in de weg sta van het bereiken van de goede dingen in de stad, dan moet ik daar maar consequenties uit trekken. Dit weekend neemt hij daarover een besluit. En de inwoners hebben gezegd dat als ze hun zin niet krijgen, ze naar de Raad van State stappen. Op de A1 bij Baren is een automobilist van de weg geraakt. Iets na 10 vanmorgen zagen andere weggebruikers een Mercedes door de berm schieten en de bosjes induiken. Ze belden direct 112 en al snel bleek dat de man tijdens het rijden onwel is geworden. Hij is ter plaatse gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Utrecht heeft grote ambities op het gebied van energie. De stad wil energie-neutraal worden en hoopt dat inwoners dat ook doen. Bart van den Heuvel uit Leidsche Rijn is er in ieder geval al goed op weg. Zijn huis is al helemaal klimaatneutraal, dankzij onder meer zonnepanelen. Het enige wat dringend weg moet, is de stadsverwarming. Maar dat gaat hem een hoop geld kosten. En ik wil 3500 euro hebben om onze woning van stadsverwarming af te sluiten. Bart van den Heuvel wil dat zijn huis in Leidsche Rijn klimaatneutraal wordt. Hij heeft al een elektrische auto en zonnepanelen. Stadsverwarming hoort daar niet bij. Hij wil het laten afsluiten. Eneco stuurt de rekening. 3500 euro. Het maakt me kwaad. Weet je, ik kan slecht tegen onrecht. En er zijn weinig diensten die je niet kunt opzeggen tegen, of in ieder geval waar je met een redelijk bedrag vanaf kunt. En dat kan bij stadsverwarming niet. Bart maakt de gang naar de geschillencommissie. Maar die stelt Eneco in het gelijk. Ja, dat is best frustrerend. Dat is niet leuk. Omdat er ook nog eens een keer een slecht gemotiveerde uitspraak nu van de geschillencommissie ligt. Geschillencommissie Energie. En dat maakt dat ook mijn advocaat het kansrijk ziet om dat verder bij de rechter nu voor te leggen. Volgens Van den Heuvel is het afsluiten van het water een koud kunstje. Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. In de meterkast hangt een warmtewisselaar. Die halen we van de muur en dan zetten we een dopje op de leidingen. En mag Eneco er nog een zegel omheen hangen dat ik hem niet meer ga gebruiken. En klaar is keus. Maar Bart laat het er niet bij zitten. Nee, na de geschillencommissie gaan we nu naar de kantonrechter om daar toch een andere uitspraak te krijgen. Ja, want Eneco blijft bij het standpunt dat dat bedrag wel degelijk terecht is. De politie in Woerden heeft met de hulp van inwoners een grote oefening gehouden. Doel was om 2 inbrekers op te sporen. Is er nu een priootje 1, heette dat inbraak? Op de Lindenlaan, 2 personen weggelopen richting de Kastanjelaan. De politie pakte groots uit met meerdere voertuigen, helikopter, bikers en agenten te voet. En Woerdenaren kregen een oproep via Burgernet om uit te kijken naar de 2 inbrekers. De wijkagent waarschuwde via WhatsApp en ook buurtpreventiegroepen kwamen in actie. Hier in Molenvliet lopen nu 19 WhatsApp-groepen. En die gaan we in ieder geval in kennis stellen dat zij het doorgaan geven waar de persoon zich bevindt. Ja, met succes, u zag het al even. Na een paar minuten kwam de eerste nuttige tip binnen en niet veel later is de eerste verdachte ook aangehouden. De bekende Utrechtse kaarsenmaker Ruud Snel is ernstig ziek. Zijn hart is versleten en hij denkt zelf dat hij nog maar kort te leven heeft. De gehandicapte Snel heeft een kaarsenwinkeltje in de Donkerstraat, vlakbij de Domtoren. Die toren speelt een centrale rol in zijn leven. Veel van zijn kaarsen zijn in de vorm van dit Utrechtse symbool. Ruim 20 jaar geleden beklom hij nog de toren, waar ook een film over werd gemaakt. De kaarsenmaker wordt verpleegd in het Diaconessenhuis in Utrecht. Hij zegt de dood niet te vrezen. Die dood is kwijt. Die dood is vertrouwen. Die dood is een weg die iedereen gaat. Ja, we wensen Ruud Snel natuurlijk het allerbeste. Roda JC heeft een einde gemaakt aan de reeks overwinningen van FC Utrecht. De ploeg van trainer Erik ten Hag verloor in Kerkrade met 1-0. 6 keer op rij werd er niet verloren, maar een 7e keer zat er dus niet in tegen Roda. Tegenstanders zijn volgens de spelers extra voorbereid als ze tegen FC Utrecht moeten spelen. Je gaat beter voetballen, je gaat meer punten pakken, dus
Ja, andere clubs zien dat ook en die gaan zich wellicht aanpassen. Ik denk dat Roda het ook wel een beetje heeft gedaan, maar dat is ook logisch. En dan is het aan ons om daarmee om te gaan, maar wij hebben vandaag niet genoeg gebracht. Ja, misschien dat wij iets te veel met die serie bezig waren, dat we iets te veel aan het zweven waren, wil ik niet zeggen. Maar dat het vertrouwen te groot was en dat iedereen misschien iets te makkelijk dacht. En dat kan je geen enkele wedstrijd doen. Elke wedstrijd moet je gewoon 100% geven. En vandaag lukte dat bij een aantal niet. Nou, laten we hopen dat het zondag tegen FC Twente beter gaat. Dan volgende week donderdag dan spelen de Utrechters alweer. En dan in de beker tegen PSV. Ja, straks zingt onze stamgast Janneke Jager voor ons het maandlied van januari. Maar eerst gaan we het hebben over de Boodschappen Plus bus. Meneer Van Dijk, u bent al 4 jaar vrijwilliger. Wat is volgens u het succes van die bus? Het succes is, zit voornamelijk in het feit dat de mensen uit een isolement worden gehaald. Opgevangen worden en begeleid. En als je dan later kijkt, dan zie je dat de mensen van uit zichzelf komen en andere mensen meeslepen in hun enthousiasme. Ja, het gaat niet alleen maar om dat fysieke ritje van A naar B, hè? Nee, het gaat veel meer. Als je de mensen in de bus zet, dan beginnen ze met elkaar te praten en dan komen ze tot ontdekking dat ze gezamenlijke buren hebben gehad, op de gezamenlijke school hebben gezeten. En dan ontstaat er toch een band en dat noopt de mensen ook makkelijker om nog eens mee te gaan met ons. Ja, een heleboel mensen willen ook met u mee. U reed tot vandaag in een licht verouderde bus. Ja. Ja, er is een nieuwe voorgekomen en die werd vanochtend aan jullie getoond en wij mochten er even bij zijn. Oké. Okay. De komst van een nieuwe Boodschappen Plusbus in de stad Utrecht wordt gevierd. Iedereen is uitgenodigd. Ook gebruikers van de bus zijn erbij. Ja, ik kom uit Brabant, dus ik hou wel van een feestje. Marianne Kleiheeg is vaste klant van de bus. Ze gaat graag mee. Ja, zo vaak als mogelijk is, maar het is een beetje beperkt omdat het heel druk is met aanmeldingen. Maar als het kan, ja, dan ga ik mee. Dan ben ik van de partij. De plusbus in Utrecht loopt goed. De bus staat bijna niet stil en was nodig aan vervanging toe. Vandaag mochten de vrijwillige chauffeurs alvast een kijkje nemen. Stoel, deploy is naar beneden. Dan gaat de Boodschappen Plusbus in de stad heeft 2 bussen. En die worden optimaal gebruikt. Als we meer dan 14 deelnemers hebben, soms dan moeten we gaan loten. We proberen altijd mensen dan op een reservedag te boeken. Maar een enkele keer lukt dat niet en dan moeten we mensen afzeggen. Zal ik hem zo laten zitten dat jullie het kunnen zien? Marianne zou niet zonder de plusbus kunnen. Als je natuurlijk alleen bent, dan is het leuk om mee te gaan. En als het dan niet meer is, dan valt er toch een leegte dan. In je dagbesteding ook. Hè? Het Ouderenfonds wil in kaart brengen hoe belangrijk de plusbus voor ouderen is. Ze starten een onderzoek. Uit het onderzoek moet blijken hoeveel uitjes die bussen lokaal organiseren, hoeveel ouderen daarbij meegaan en ook hoe dat bevalt bij de deelnemers. Marianne houdt dan wel van een feestje, maar vooral van de plusbus. Ja, ik blijf zeker vaste klant, ja. Is dat een bekende van u, Marianne? Ja, Marianne die is afgelopen maandag nog mee wezen zwemmen in zwembad Houten met nog enkele deelnemers. En ze is zeer enthousiast. Ja, jullie doen heel veel verschillende dingen. Hoe ziet een dagje Boodschappen Plusbus eruit? Nou, dat kan heel divers zijn. We hebben diverse ritten naar bijvoorbeeld een visje eten in Scheveningen. Maar het kan ook zijn dat we naar het Krullenmullen Museum gaan. Of andere visje eten in Baren. We hebben in het voorjaar veelal de Bloesemtocht. En kersentocht. En dan gaan we richting Beuzichem, richting Buren. Alle oude stadjes afrijden en onderweg lunchen. Wie gaan er met u mee? Nou, in principe zit er naast mij de gastvrouw die de zorgt voor de centjes. Maar ook als er onderweg wat gebeurt, iemand wordt niet goed. Want je zit toch met een categorie die ouderen. Ja. Waar zomaar wat kan gebeuren. En dan zijn er mensen die veelal alleen zijn. Heel enkel zie je nog wel eens een paar buurvrouwen die met elkaar meegaan. Maar veel zijn het mensen die alleen zitten en dit als een uitkomst zien om nog eens een keer eruit te gaan. Ja, waarom bent u vrijwilliger geworden? Nou, ik was met pensioen en dan op een gegeven moment is de kamer behangen en de tuin gedaan en de zolder opgeruimd. U gaat niet zeggen dat uw vrouw u eruit stuurde? Nee, ik weet eigenlijk net niet, denk ik.
Maar toen kwam ik een collega tegen en die zei... joh, is dat niks voor jou om dat eens één keer in de week op die bus te rijden? Ik zei, ja, als echte Hollander, wat schuift het? Nou, schuift niks. Niks? Nee. Een warme hand, een kop koffie, maar een hele hoop tevredenheid van de mensen. En daar doe ik het eigenlijk voor. Want wat doet het met u? Als u door de achteruitkijkspiegel kijkt en ziet wat het effect is van zo'n dagje voor die mensen. Ja, dat geeft me een gevoel van tevredenheid. En een nuttige invulling van dat deel van mijn vrije tijd. Want ik wil natuurlijk ook wel wat voor mezelf overhouden. Maar ja, ik vind het heel fijn om te doen. De mensen zitten achter in de bus vaak te praten over, als ze binnenkomen, over heel vervelende dingen. Over korting in de zorg, in de thuiszorg, enzovoort, enzovoort. Maar als het een half uurtje verder is, dan hebben ze het alweer over andere dingen. En zetten muziekje op in de bus. En dan gaat het toch wel heel ontspannend toe. Ja, u doet het nou 4 jaar. Mooie herinneringen? Mooie? Ja. Er was een echtpaar wat trouw met ons meeging. En die werd door buren aangemeld bij de Boodschappen Plusbus. En die ging dan donderdags echt mee om boodschappen te doen. Want dat is een van de voornaamste dingen, naar Overvecht. En voordat ze de bus ingingen, liepen ze eigenlijk alweer te stergelen wie de daar moest zitten. En hoe het met de relator moest en zo. En ik ging ze altijd als eerste ophalen. En dan zaten ze helemaal in de bus. En dan reden we door de Utrechtse Dreven heen. En dan kwamen de verhalen boven. En vooral als er dan ook nog andere mensen binnenkwamen. Dan werden de ruzies bijgeslecht. En dan ging het wel weer. En wij nemen geen fooien aan. Want dat kan natuurlijk niet eenmaal. En die meneer die stond er per se op. Dat we dan altijd een fooitje aannamen. En dan stapte uit de bus. En dan duwde die 50 eurocent in mijn zak. En dan zei hij, koop daar maar een biertje voor, joh. Ja. Nou ja, dat komt dan door de beugel. Ja. Maar die meneer die kwam helaas te overlijden. En zijn vrouw die bleef alleen achter. En die ging ook niet meer mee met de bus, want dat vond ze allemaal maar niks. En toen hebben de mensen van kantoor en van de algemene hulpdienst haar overgehaald om toch weer mee te gaan met onze bus. En de eerste rit was wel heel emotioneel voor die vrouw. Ja. Maar door gesprekken met andere vrouwen die ook weduwe waren, het zijn veelal vrouwen die meegaan, werd het toch wel een prettige dag voor ze. Ja. Ja. Nu, u sprak net al in de verleden tijd, het is een oudere doelgroep. Ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel minder plezierige dingen gebeuren. Buiten het chauffeur zijn en gastvrouw zijn hebben we ook nog wel een signalerende functie. Om te kijken of het wel goed gaat met de mensen. Ja. En soms merk je, als je de mensen na een week of 3, 4 niet gezien hebt, dat ze achteruit gaan. Ze vertellen verhalen over eenzaamheid enzovoort enzovoort. En op een gegeven moment moesten we iemand ophalen. Van tevoren bellen we altijd, we komen eraan. En te voorkomen dat de mensen hals over kop naar de deur toe rennen als ze de bus zien. Dus we bellen op, nou krijg je geen gehoor. Naar het huis toe, op de ramenbonken bellen. En toen kwam een vrouw voor met op de geitenwolle sokken. In de ochtendpon, een japonnetje met een katheterzak gevuld onder haar onderjurk uit. En die wilde toch mee. Nou, dat hebben we niet gedaan. We hebben haar aangemeld bij de algemene hulpdienst. En die zijn met die mevrouw aan het werk gegaan. En via de huisarts en familie is ze toch weer opgeknapt. En komt ze toch weer zo nu en dan in beperkte keren bij ons op de bus. Ja, het is heel verdrietig, maar eigenlijk ook heel mooi. Want u houdt de mensen wel goed in de gaten. Ja, dat is dan een van de bijkomende zaken. Ja. Ja. Jong en vitaal bent u nu nog? Nog wel. Ja. Denkt u zelf ooit gebruik te maken van zo'n initiatief? Want ik hoor heel veel mensen zo zeggen. Dat herken jij misschien ook, Janneke. Ah, dat is voor eenzame mensen en die mopperen en dat wil ik niet. Ja, ik denk het wel. Als je eenmaal over die drempel bent en je ziet wat er kan gebeuren. Je wordt thuis opgehaald en je gaat naar Scheveningen of je gaat naar kerstdiner bij een grote hotelketen in Nederland. Ja. Hoef ik niet auto mopperend voor te zijn, hoor. Ja, je moet wel 65 zijn. Oh. Nou, ik wil net zeggen, we maken er een grapje over, maar Janneke mag dus niet meedoen. Je moet al wel 65 plus zijn. Ook niet met mijn ukulele. Ja. Nou, ik denk het wel. En als je wat leuks kan spelen, dan is dat altijd meegenomen natuurlijk. Ja. Ja. Mooi werk. Ja, vind ik ook. Mooi werk. Ga zo door. Wij zitten met je verdient een liedje, die bus. Ja. Wij zitten natuurlijk met smart te wachten op de ukulele. Want jij maakt altijd ons maandlied. We zijn aan het eind van de maand januari. Een saaie maand, zei je. Ja, vreselijk saai. Ja, en ik wilde het nou ook niet echt vullen met allemaal rechtszaken en dat soort narigheid. Dus ik heb even moeten zoeken. Maar ja, het is gelukt uiteindelijk. Dus hier komt het lied van januari. Januari is de maand van een fris en nieuw begin.
Niet meer drinken en streng lijnen met Friese tegenzin. Het was de maand waarin de winter pas eindelijk echt begon. En je in Leersum en ook Doorn op natuurijs schaatsen kon. Tijdens culturele zondagdapper op ontdekkingstocht. Dansen, zingen, kleien, zelfs macrameën druk bezocht. Een week later open dag met koffie, wijn en cake. Nieuwsgierig wat het wordt daar in die neude bibliotheek. Maar ook was daar de kriebel van we moeten weer op reis. Naar Frankrijk, Spanje, Zweden of een tropisch paradijs. De vakantiebeurs tovert snel de zorgen uit ons hoofd. Over asielzoekers die hier een veilig leven is beloofd. Maar waar moeten ze heen? En de serieverkrachter bleef hardnekkig zwijgen zijn. Zwijgen versterkt bij veel mensen de haat. Ach, was alles soms zo eenvoudig uitwisbaar. Als de toerpiemel in oude water op straat. Dus laten we voor komend jaar dit onthouden. Dat humor ons veel verder brengt dan haat. Mooi! Teugen op de rest van het jaar. Ja. Is dat iets waarmee jij bezig bent trouwens? Humor en haat? Humor en haat, ja. En met het aansnijden van onderwerpen, ja. En het wat luchtiger maken dan wat het is. Ja, maar absoluut. Durf je alles nog te zeggen? Nee, niet altijd. Nee. En baal je daar dan van, dat je, ja, niet meer alles durft te zeggen? Ja, soms denk ik wel eens, het zou toch mooi zijn als je gewoon wel ook op een podium juist alles kan zeggen. Maar mensen zijn heel gevoelig en nou ja, daar moet je toch een beetje mee uitkijken. Balans in vinden. Ja. Ja. Dus wie weet, het nieuwe jaar. Ja, ik ga jouw humor en haat gebruiken voor een bruggetje. Vind je dat goed? Wat leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, want afgelopen juli kwamen er twee aapjes op de stoep van de huisdierenopvang. Brad en Angelino hadden we ze genoemd. Dat vonden wij heel grappig. En het ging heel goed met ze, maar nu niet meer. Nee, ze waren naar Stichting Aap gebracht. In Almere hadden ze een nieuw plekje gevonden om te wonen. En dat ging hartstikke goed tot deze week, want ze kregen ruzie. Die ruzie is inmiddels uitgelopen op een heuse vechtscheiding. Ah. Ochtends kwam er hier een verzorger binnen en die hoorden het al. Die hoorden het geluid al van angst en stress. Hé, hey, daar kleine. Een beetje schrikachtig nog. De hele situatie heeft al indruk op me gemaakt, dat kun je wel zien. Want Brad en Angelino zitten midden in een vechtscheiding. De ooit zo onafscheidelijke witoorpenseelaapjes werden in juli gedumpt bij het huisdierenmeldpunt in Utrecht. En daar keken ze gek op. Het is natuurlijk wel apart dat dat in één keer voor je deur gedumpt wordt. Bea noemde de beestjes naar het beroemde sterrenkoppel Brad Pitt en Angelina Jolie. Maar Angelina bleek later een jongen te zijn, Angelino dus. Ze waren er slecht aan toe, maar bij Stichting Aap bloeiden ze op. Nou, en dat stel, dat was zo close. Die waren zo ontzettend leuk met elkaar. Die lagen samen in een mandje en Angelino was echt een beetje de grote broer. Brad zou niks overkomen, want Angelino die zorgde wel voor hem. Maar dat ging dus over. De aapjes kregen ruzie en naar de oorzaak daarvan kan Dennis slecht gissen. Wat we vermoeden is dat bij Angelino de hormonen plotseling zijn doorgebroken. Hij is van een jongetje plotseling een man geworden en is op zoek naar een vrouwtje. Nou, daar heb je even geen concurrentie bij nodig. Dan wil je eventjes, dat wil je bij voorkeur op jezelf doen. Stress kan dodelijk zijn bij de kleine aapjes. Dus zijn ze gescheiden en wordt gezocht naar nieuwe maatjes. Geen probleem, want bij Stichting Aap hebben ze vaker te maken met echtelijke ruzies. Soms is het net een datingbureau. Ja, dan moeten we weer opnieuw gaan koppelen. Dus we hebben hier een soort van constante Tinder-achtige app rondgaan. En dan zijn we aan het kijken van wie past er bij wie en wie kruist mekaars pad. Angelino gaat naar een dierentuin in Italië. En voor Brad ligt er een toekomst bij een ouder aapjeskoppel. We denken dat Brad als eenzaam mannetje, maar nog vrij jong, want hij is anderhalf jaar oud, schatten we ongeveer, misschien twee, dat hij prima gedomineerd zal kunnen worden door deze kerel hier. En nou ja, dat is eigenlijk precies zoals het in de natuur zou gaan. Ja, net zoals in de natuur. Tinder voor aapjes. Het is maar te hopen dat Brad het goed kan vinden met zijn nieuwe maatjes Simbad en Safira.
Het weer dan maar, hè, Margreet? Ja, maar het is helemaal niets aan, want vanavond begint het te regenen. En die regen die wordt vannacht alleen nog maar heftiger. De wind is krachtig en het wordt 8 graden. Ook morgen valt er heel veel regen, vooral in de ochtend. De wind die zwakt wel iets af en het wordt morgenmiddag 9 graden. Ja, de dagen daarna ook grauw en bewolkt. Het lijkt wel herfst. Blijft ook behoorlijk regenen en waaien. En de middagtemperatuur ligt zo rond de 10, 11 graden. De weerfoto die is van Ingrid Dijkstra. Ze maakte vanmorgen vroeg deze foto bij de Utrechtse Uithof. Beetje de zonsopgang. En ja, het ziet er eigenlijk nog best wel mooi uit op foto's. Ja, dan heeft u ook een mooie foto, ook vanuit de regen. Mailen mag naar weerfoto@rtvutrecht.nl of zet hem op onze Facebookpagina. Ja, onze gasten vandaag waren Dick van Dijk en Janneke Jager. We hadden het over de Boodschappen Plusbus en we hoorden het maandlied van januari. Dank jullie wel. En tot zover deze uur vandaag. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En morgen zijn we er weer te beginnen met het weekend- en weekoverzicht. Fijn weekend. Dag. Dag.